Hanswas Capitals zijn bezig een goede periode neer te zetten. De afgelopen 3 wedstrijden werden gewonnen en daardoor staan ze nu op een 3e plaats. Gisteravond speelden ze tegen Upstairs Weert, die op de 8e plaats staan. Upstairs Weert kwam zondag bij de Capitals op bezoek. 2430 toeschouwers zien hier Nick Stapleton voor de gasten scoren. De Capitals moesten het doen zonder Daniel Novak, die zijn zieke zoon in het ziekenhuis bijstond. Zonder hem begonnen de mannen van Marco van den Berg onwennig. Jansen weet toch tot scoren te komen. Maar de Limburgers begonnen de wedstrijd scherper dan de thuisploeg. Namens de Capitals weet Simon Conn de basket niet te vinden. Steve Ross kan overnemen. Deze center wist de basket wel gemakkelijk te vinden. Hier komt hij tot scoren. Hij was met 25 punten de absolute topschutter in Martini Plaza. De openingsfase is duidelijk voor Weert. Roosendaal doet nog wel wat terug. Goede score. David Patten bewijst hier de scherpte aan Limburgse zijde. Zijn driepunter brengt de score op 17-25. Een ruime voorsprong dus voor Weert aan het einde van het eerste kwart. In het tweede kwart gaan de Capitals in de achtervolging. Eerst is hier nog de score van Ross. Net geen driepunter. Dan Aaron Royer namens de Capitals. Hij maakt wel 3 punten. Royer weer in een goede fase van de Capitals. Jansen kan aanleggen en ook de guard maakt 3 punten. Bij de rust is de stand 43-34. Deze marge wordt na de hervatting echter snel teniet gedaan. Door het inleveren van Whittington heeft Omni Smit vrijbaan naar de 52-51. Aan de andere kant levert Ormskerk ook in en Thomas ziet Brempong vrijstaan. Die heeft geen moeite met de geboden kans. Met 21 punten en 11 rebounds was de center man of the match. Het vierde kwart begint met 56-55. Nog volop spanning dus. Brempong zet een goede aanval op. En weet zelf te scoren van onder de basket. Weert blijft in de achtervolging met scherp schieten. Hier weer 3 punten voor Patten. De ploegen blijven dicht bij elkaar in de score. Weert weer. Smit. Zijn poging gaat mis. En ook de rebound van Jackson is mis. Uit de scrimmage weet Thomas te profiteren. Brempong maakt het af. De stand is dan 74-66. Nog 1,5 minuut en de winst lijkt binnen. Maar het laatste offensief van Weert is fanatiek. Ross maar weer eens met de 74-70. Door vrije worpen wordt het zelfs 74-72. Van den Berg staat langs de kant te gebaren. De klok loopt naar het einde. Jansen probeert de tijd vol te spelen. De daaropvolgende poging van Thomas is echter niet doeltreffend. Slechts luttele seconden nog te spelen. Laatste kans voor Weert. Omni Smit zet aan. Hij komt ver. Maar weet niet te scoren. Thomas neemt over en de wedstrijd is gespeeld. Lachende gezichten dus in Martini Plaza. Door de zege staat het team op de 2e plaats in de Eredivisie achter koploper Amsterdam. Meer goed nieuws volgt later deze week als de club het aantrekken van een nieuwe center bekend maakt. Dit is hoogstwaarschijnlijk Travis Reed. Hij speelde al eerder voor de Capitals en maakte zelfs het kampioenschap van 2004 mee. Met hem erbij kan het team zich gaan richten op de playoffs aan het eind van het seizoen.